Goed. Hebben jullie de bestanden ook al kunnen downloaden waarmee we gaan werken? Ik zal even mijn venster bijhalen. Want het is hier een mapje en daar heb ik een hele reeks bestanden. Er is altijd een startbestand en een targetbestand. Voor wie uit de lucht valt, jullie hebben de downloadlink gekregen van Sarah gisteren in een mailtje. Dan kan je dat toch nog altijd downloaden. Het is geen grote download. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk de beelden eruit te houden uit de bestanden. Dus het is een heel lichte download, het is onmiddellijk gedownload. Nu, hoe gaan we hier te werk? Het is redelijk eenvoudig. Er is een startbestand, daar gaan we op werken. Er is ook een targetbestand. Voor wie niet volledig mee is, daar staat altijd de oplossing in. Zo. En dan tijd voor wat te greppen, hè. Dus we gaan starten met het eerste bestand. Dus woorden markeren start. Zo. Dit is hier een bestand dat is vertrokken van een brochure van ons. Het is niet up-to-date, deze brochure, voor alle duidelijkheid. Ons opleidingsaanbod is iets uitgebreider. Alle afbeeldingen zijn effectief grijs, dus geen zorgen. Ik heb daarvoor gezorgd. Dat is om dat bestand wat lichter te maken, heb ik dat zo gedaan. Want we gaan ons eigenlijk volledig op tekst focussen. Nu, als we met grep gaan werken en specifiek met grepstijlen, dan hebben we in dit geval twee belangrijke venstertjes nodig. Ik heb ze hier al openstaan, mijn paragraph styles venster of alinea stijlen voor wie in het Nederlands werkt. En de tekenstijlen of character styles, die staan hier open. Mocht je dat niet onmiddellijk vinden, vind je terug onder window of venster. Dan ga je naar stijlen of styles. Als betreffende styles staat daaronder. Dus zorg dat je die twee open hebt. Voor de rest ga je niet zoveel van die vensters nodig hebben per se. Dus je mag die gerust wegdoen. Ik heb die nu ook zo geplaatst dat ik mijn paragraph styles bovenaan heb. En mijn character styles onderaan. Goed. In het document, ik heb de tekst die we niet gaan gebruiken of niet op gaan focussen, is een beetje grayed out. Hè? Dan is het al wat duidelijker wat we gaan doen. En het eerste wat we gaan doen met grep is eigenlijk de meest eenvoudige woorden markeren. Ik zal even inzoomen hier op. We zijn dan toch bezig in InDesign. Op dit stukje, op pagina 6, Adobe InDesign Basic. Even kijken. Laten we naar die rechtsnaast gaan. Dat is net iets beter. Want ik zoek hier het woord InDesign in de description tekst. Daar ga ik mij eerst op focussen. En je mag even kijken. Als je met de type tool in deze linie gaat staan, dan zou je moeten zien over welke paragraph stijl we het hier hebben. Dat is belangrijk, hè. Als je met grep styles wilt gaan werken, dan moet je met stijlen gaan werken. Paragraph styles en character styles. Nu, normaal gezien, wat is mijn idee? Ik wil het woord InDesign en dan ook Photoshop en Illustrator en alle andere Adobe apps wil ik in een bepaalde character style gaan zetten. Dat zal hier de character style die hebben we nog niet. We gaan die eerst eens maken. Dus je mag in het character styles venster een nieuwe stijl maken. Ofwel gebruik je het menuknopje hier rechtsbovenaan voor een nieuwe stijl te maken. Ofwel gebruik je hier het plusje onderaan. Maar als je dat doet, druk dan altijd je option of alt toets in. Want anders krijg je dat dialoogvenster niet. Dan heb je eigenlijk gewoon domweg een nieuwe stijl gemaakt waar je nog niets mee gedaan hebt. Voilà. Ik ga dat hier emphasis noemen, of nadruk, als je dat liever in het Nederlands wilt. Dat is gewoon een algemene tip. Probeer niet
probeer functioneel te beschrijven met uw stemming, wat dat ga ik bereiken, en niet zozeer het is hier dat font en die puntgrootte. Wat gaan we doen met deze stijl? Eerst en vooral, zorg ervoor dat based on, dat dat op niet staat, op none. En we gaan enkel maar de dingen definiëren die we willen toepassen. In dit geval ga ik hier gaan bijvoorbeeld voor een kleur. En dan mag je dan als volle kleur, excuseer, het Talent Academy kleur, of dat magenta kleur, aannemen. En misschien gaan we ook gaan voor iets bolder, iets vetter. De font family is Meta Pro. Dat heb ik misschien niet gezegd in het begin, maar als je dit document opent, dan gaan uw fonts waarschijnlijk nog moeten gesynct worden als dat niet gebeurt. Maar ik heb voor alles wel gebruik gemaakt van de Adobe fonts. Dus het is altijd synchroniseerbaar. Als de fonts nog niet actief zijn, dan moet je dat gewoon even activeren. Dus normaal gezien, als je dat dan ook geactiveerd hebt in het begin van het openen van het document, heb je de Meta Pro staan. En dan gaan we misschien voor een bold versie. En dan klik je maar even op OK. Dus alle andere character styles die al bestaan in het huidige document mag je negeren. Ik heb die ook mooi in een mapje gezet. We gaan hier werken met hetgeen we zelf hebben gemaakt. Dus we hebben hier de stijl emphasis en we gaan daar toepassen op het woord InDesign. Dat is wat we willen bereiken. Maar hier is dat dus manueel. We moeten dus gaan selecteren en dan gaan toepassen. En daarom gaan we grepstijlen gebruiken. We willen dat automatiseren, we willen dat inbouwen in de stijl, in de paragraafstijl. Dus je mag even terug dat woord InDesign markeren. We gaan de characterstijl op geen zetten. Want we gaan dat dus inbouwen in de stijl description. In het paragraafstijlsvenster. Je mag die editen. Misschien ook een algemene tip. Als je een stijl edit, klik daar misschien liever rechts op, in plaats van te dubbelklikken. Want bij het dubbelklikken kan je soms ook een huidige selectie dat daarop toepassen. Maar dat is niet altijd wat dat je gaat willen. Dus rechtsklikken en edit kiezen. Dat is soms veel handiger. En we vinden alles betreffende grepstijlen terug in het tabblad grepstijl, uiteraard. Mag je daar naartoe? En dan hebben we hier een leeg venster en we kunnen een nieuwe grepstijl gaan maken. Zo. Het principe is heel eenvoudig. Je kiest welke characterstijl je wilt toepassen en op wat voor soort tekst. Nu, grepstijlen werken met reguliere expressies en dat werkt soms met heel rare tekens, vooral als je dat niet kent. Met concepten zoals jokers of wildcards in het Engels en look behinds en look aheads enzovoort. Maar het eerste voorbeeld is zeer eenvoudig. Je kan ook gewoon op normale tekst toepassen. Dus we gaan de stijl toepassen emphasis. En we passen dat toe op de tekst in InDesign. Zorg ervoor dat je preview-knop aanstaat. En ook als je hier iets in getypt hebt, dan ga je nog de preview niet zien. Dus best eerst eens klikken ernaast. En pas dan ga je dat in hang zien. Zeer belangrijk om te weten hier. Dat is hoofdlettergevoelig. Misschien moet ik daar ook even op inzoomen. Hey, dus ik heb de eigenlijk gewoon echt InDesign met die hoofdletter D getypt. Had je dat niet gedaan, zo even doen. Voilà, InDesign zonder hoofdletter D, dan herkent hij dat niet in de tekst. Dus gaat hij dat ook effectief die stijl daar niet op toepassen. Dan ga ik dat even zo mijn loopje uitzetten. Voilà, we gaan een keer testen. Je mag al eens op OK drukken. En ik ga een keer door mijn document gaan. Dat gaat nog niet veel tonen, want ik denk in InDesign, in de description tekst, zie ik nu nog maar één keer.
Even gewoon door alle pagina's aan het gaan. Dat kan heel gemakkelijk trouwens met Option of Alt en Page Down. Oké, maar dat is al een mooi eerste begin. We gaan dat uitbreiden. Dus je mag terug je description gaan editen. Je gaat naar de grepstijl. Nu, Photoshop. We gaan dat aan het lijstje toevoegen. Twee manieren dat je dat op zou kunnen doen. Ik ga de eerste manier eerst tonen. En dan gaan we de tweede manier effectief doen. Eerste manier, gewoon een nieuwe grepstijl. Je kunt daaraan toevoegen. Ik denk dat je zo ongeveer 999 stijlen of zo kan maken. Maar dat verzwaart wel enorm hoe het document verwerkt wordt door InDesign. Dus dat kan de boel serieus vertragen. Nu, ik kan hier dus Photoshop typen. Voilà. En dan zou ik dat moeten zien, natuurlijk, op een pagina waar we dat effectief kunnen zien, zoals bijvoorbeeld 8 en 9. Klein beetje voor inzoomen. En ik ga terug mijn description editen, nu dat jullie dat zien. Dan ga je een beetje offscreen gaan, maar geen probleem. Je zou alles dat nodig is moeten kunnen zien. Dus we zien hier ook Photoshop mooi verwerkt worden. We zien hier voor de goede opletters op pagina 9, zien we ook wel Photoshop Skills. Die Photoshop wordt daar ook in gemarkeerd. Daar willen we dat niet. En dat is dan het voordeel van werken met grep, met reguliere expressies. We kunnen zeggen, ja, maar dat moet een woord zijn op zijn eigen. En dat doen we door het toevoegen van word boundaries. En het woord Photoshop hier, vooraan en achteraan gaan we een word boundary zetten. Dus als het woord daar niet begint of niet eindigt, dan gaat dat ook niet gemarkeerd worden. Hoe schrijf je een word boundary? Wel, je kan van alles vinden van speciale tekens. Hier in dat ampersand knopje, dat is je speakbriefje eigenlijk. Ga je daar naartoe. En dan vinden we de word boundaries onder locations. Voor wie in het Nederlands werkt, denk dan ja, locaties of zo, maar alles is op dezelfde locatie. Ja, hetzelfde item in de rij van dat minuutje, ongeacht welke taal gewerkt, dat staat hier als vijfde laatste. Locations. En dan hebben we begin van woord, einde van woord en een algemene word boundary. Dus die algemene word boundary telt zowel als begin of einde. Hoe dat wij het dan nu gaan gebruiken, is dat duidelijk dat dat begin en einde zal zijn. Dus het is misschien gemakkelijker om deze te gebruiken, de word boundary. Dus dat wordt geschreven als een backslash b. Dus je hoeft niet per se het speakbriefje te gebruiken. Je kunt dan nu bijvoorbeeld hier dat stukje kopiëren en daar plakken, of je kan het typen. Dus dat is dan de backslash voor Mac-gebruikers, option shift en dubbelpunt, of waar dat je slash staat. Voor de backslash en een B. En dan natuurlijk gewoon terug testen door te klikken ernaast. En dan zien we dat Photoshop gemarkeerd wordt, maar Photoshop Skills niet meer. En dat is perfect wat we willen. Nu, ik had gezegd, ik heb hier, dat is de eerste manier om dat lijstje te vervolledigen, maar ik ga hier eigenlijk alles een beetje combineren in één en dezelfde expressie. Je kunt eigenlijk een lijstje maken van woorden in die eerste versie hier. Dat doen we door daar een teken in toe te voegen, een of-teken. Dus ik kan zeggen, zoek InDesign of Photoshop of Illustrator enzovoort. En dat is ook terug te vinden, dat of-teken onder de match in het speakbriefje, de or of de of.
En dat is eigenlijk een vertical bar. Vertical bar kan je ook typen als je dat wilt met option shift en L. Dus dat kan even goed. Dus de vertical bar typen we naar. Photoshop zetten. Bijvoorbeeld, ik ga ook al een keer Illustrator schrijven. Voilà. En ik ga die tweede hier ga ik al een keer deleten. Ik ga mij houden op het eerste. Dus selecteer dan maar die tweede die we gemaakt hebben en je delete die. En we gaan dat straks nog een beetje volledig maken. Nu, dat gaat hier dus werken. Ik heb hier InDesign, Photoshop. Je kunt dan gerust straks eens controleren voor Illustrator ook. Maar we zitten terug met het eerste probleem. Onze word boundaries hebben we hier niet gebruikt. Maar dat is ook perfect mogelijk hier. Maar dan moeten we in dit geval eerst daar groeperen. Ik zou kunnen hier typen word boundary InDesign word boundary. Dan mijn of-teken. En dan hetzelfde terug in die word boundary voor Photoshop zetten. En die word boundary na Photoshop enzovoort. Maar ik moet dat veel opnieuw doen. Je kan ook zeggen, ik groepeer hier dat deeltje, mijn expressie. Dan zet je dat eigenlijk gewoon tussen ronde haakjes. Dan is dat een groepje. En dan kan je je bird boundaries daar gerust voor en na die haakjes zetten. Voilà. Eigenlijk zeg je nu, het begint en het eindigt met een word boundary. En dan kan het woord zijn, InDesign, of Photoshop, of Illustrator. En wat dat we daar dan ook nog van maken, we gaan er nog eentje bij zetten. Als je nu dus nog een extra woord wilt, dan typ je hier vlak voor je rondhaakje dat eindigt, nog een of-teken. En dan bijvoorbeeld After Effects zit er ook bij. Voilà. Dan ga ik even op oké drukken. En dan kunt je gerust nog eens door je document gaan. Er zijn nog een hele pak andere dingen uiteraard. We hebben nog andere apps die we moeten behandelen. Maar dus, ik zie hier al Illustrator en InDesign in mijn description tekst, Photoshop, Illustrator. En dan kan ik hier nog Rush doen en Premiere Pro enzovoort. Maar dat is dan eigenlijk de oefening vervolledigen. Dat kan je gerust dan een keer zelf doen. We gaan een beetje onze tijd in het oog houden. Stel nu dat je een grepstil wilt hergebruiken ergens anders. Er is nog geen gemakkelijke kopieer-grepstijl-knop of zoiets. Bijvoorbeeld in de titels wil ik hetzelfde doen. Dan moet je eigenlijk gewoon je grepstijl terug editen waar je die wilt halen. Dan ga ik hier mijn grep-tekstje even kopiëren. Dus merk op, vanaf dat je daarin klikt, wordt ook alles volledig gemarkeerd. Het kan soms zijn dat je dan begint te typen, dan typ je ook de markering weg. Dus pas daar een beetje mee op. Dus ik heb nu alles hier geselecteerd. Gewoon kopiëren. Ctrl-C of Command-C. Ik ga op oké drukken en ik ga nu naar naam. Ik ga die editen en we gaan daar de grepstijl. We maken grepstijl, we plakken dat erin en we kiezen de stijl die we willen gebruiken. En dat is dan de manier waarop je dat moet kopiëren. Heb je dan natuurlijk een wijziging in de ene grepstijl, dan gaan we dat ook in die andere moeten doen. Dus er is nog geen centraal beheer daarvan. Maar het is toch wel al een krachtig systeem. Zo. Ik ga nog één klein ding met je tonen in dit document. Dat zijn de tweede stijl, trainers en duur. Die mag je even gaan editen. Gaat naar grepstijl.
En daar gaan we het nieuwe maken. Dat mag terug die emphasis zijn. Ik wil het woord trainer een keer in de verf zetten. Het woord trainer, dat begint daar altijd met trainer. Dus als ik dat hier gewoon type, perfect. Zoals dat je ziet. Ik zie dat hier al een paar keer gemarkeerd staan. Nu, om iets veiliger te zijn, je weet nooit dat trainer dan nog een keer ergens anders voorkomt of zo. Ik speel liever op safe. Bijvoorbeeld, wat is hier ook consistent? Dat woord trainer staat altijd vooraan. En ik wil enkel maar dat dat gemarkeerd is als dat vooraan staat. Dus dat kan je ook doen met grep. Voilà. Ik ga mijn speakbrief hier even openen. En dan vinden we onder locations. Daar hebben we al eens gezeten voor de word boundaries. Maar je kunt ook het begin of het einde van een paragraph markeren. Dus dan plaats ik dat daar. En dat is een dakje. Dus dat kan je ook terug typen als je dat wilt. En dan typ je dakje. Dan gaat je waarschijnlijk ook nog gewoon een keer een spatie moeten typen. Want anders komt dat boven iets anders te staan. Maar zo ziet daar dus uit. Dakje trainer. Dus dat wil zeggen het begin van een alinea gevolgd door trainer. Zo. Dat gaat er al redelijk goed uitzien. Behalve. Even kijken. Ik denk dat dat hier. In het volgende document ga ik daar een keer op wijzen, maar soms staat er ook trainers. Dus dan gaan we daar een keer op verder gaan. Dus voorlopig, uit dit document hebben we gezien wat we willen zien. Mocht dat gerust sluiten, opstaan of niet, dan mocht je zelf kiezen. En dan gaan we over naar documentje nummer 2. Woorden samenhouden. Dan ga ik hier even op inzoomen. Ik zit hier op pagina 13. Dus even terug op het laatste dat ik daar heb gezegd. Met die trainers. Soms staat er trainers. Als er meerdere trainers zijn. In het vorige document was dat gewoon nog even niet aangepast. Maar ja, ik wil dat ook kunnen doen. Hier. En dat is ook best mogelijk. Gaan we even kijken. Onder trainers en duur hoe dat eruit ziet. Bij grepstijl. Hey, en daar staat de oplossing al, uiteraard. Maar wat hadden wij getypt? Hey, dakje trainer, stond er. Dus zoals je ziet, hier bij video's voor social media maken met Adobe Premiere Rush, staat er trainer gemarkeerd en dan die S terug in het zwart. Een heel eenvoudige manier om zowel trainer als trainers te gaan kiezen, is daar eigenlijk die S bij typen, maar zegt die S is optioneel. En dat is door er een vraagteken aan te zetten. Dan ga je eigenlijk zeggen, ja, oké, trainer of trainers. Dat vraagteken verwijst enkel maar naar dat ene teken dat ervoor staat. Dus dit is het optionele teken. Dus beide gaan werken. En dan had ik eigenlijk voor de volledigheid terug een word boundary daar gezet. Terug, om maar juist genoeg te zijn in mijn grepstijl. Zo, wat kunnen we hier eigenlijk nog verder mee doen? Dat is hetgeen dat ik hierop ga wijzen. Woorden samenhouden. Dat is eentje dat we hier een keer gaan toepassen. Dus we gaan een nieuwe stijl maken, want ik wil bijvoorbeeld namen samenhouden of duur één dag samenhouden. Dus dat kunnen we gaan gebruiken. We gaan een keer beginnen met bijvoorbeeld hier Chris de Pape. Dan ga ik een stijl moeten kiezen. Heb je nog geen characterstijl ter beschikking die je wilt? Je kunt die hier ook aanmaken, helemaal onderaan het drop-down menu. Voilà. Nu
character style. We gaan die No Break noemen. Let hierop. Eh, based on, dat gaat waarschijnlijk ingevuld zijn, dus je wilt hier niet gebaseerd op een bestand, gewoon gebaseerd op niets. Ga dan even naar de basic character formats en het enige wat we eigenlijk gaan doen met die stijl is die No Break optie gebruiken. Dus die moet je eigenlijk aanvinken. Standaard staat dat op zo'n platstreepje. Maar dus, ik zet hem maar aan. Klik op OK. En dan is die hier nu ingevuld. En dan ga ik dat toepassen op, zoals we daarnet hebben gezien, Chris de Paper. Ga ik hierin invullen. En we zien dat hier gebeuren. Hè. Dus nu gaat Chris en de Papen gaan niet meer over regels heen afgebroken worden. Dat gaat altijd samen op een regel komen te staan. Het enige waar je hiermee moet oppassen, is dat je geen te lange combinaties maakt. Want anders, als het niet meer op een regel past, dan krijg je overset tekst. En dat wil je uiteraard ook niet. Dus dan nog een mooie dat we kunnen gebruiken. Duur één dag. Bijvoorbeeld ga ik straks een keer misschien een beter voorbeeld tonen. Ik zoek naar de een cijfer gebroken wordt. Aha, op pagina 6. Duur 2 dagen. Het duurt 2 dagen. Het is zo'n beetje ongemakkelijk. Ik wil dat ook liever samenhouden. Dus we gaan hier terug de trainers en duur bewerken. Dus ik ga een nieuwe grepstijl maken hier, omdat dat iets logischer is, dat je niet te veel dingen door elkaar doet. Hier kan ik nog namen toevoegen aan het lijstje. Hier ga ik gewoon mij focussen op dat principe. Ik ga mijn no break terug gebruiken. Nu, ik wil dat toepassen op 1 dag, 2 dagen, dat mag 3 of 4 dagen zijn. Eigenlijk mag het niet uitmaken hoeveel dagen. Dus ik kan moeilijk voor elk cijfer hier iets gaan invullen. Nu, standaard staat er altijd al iets ingevuld. En we gaan even dat plusje wegdoen en ons daar niet op focussen. Standaard staat daar dan al een backslash d. Misschien ook even bekijken. We noemen dat een wildcard of een joker. Dat wil zeggen, dat kan voor van alles gebruikt worden. Deze wordt gebruikt voor gelijk welk cijfer. Dus alles van 0 tot en met 9, dat kan die een backslash d zijn. Wil je dat terugvinden in je speakbriefje, dan zit het hier onder wildcards en any digit. Je hebt ook any letter, any character, any white space, enzovoort. Zit er allemaal tussen. Natuurlijk, wat gaan we hier nu doen? Een backslash t, dus ik wil dat toepassen op cijfer, gevolgd door een spatie. Je kan gewoon een spatie typen als je dat wilt. Dan ga ik eens doen. Nadeel hieraan vind ik gewoon dat je het niet ziet. Als je er gewoon naar kijkt, dat je daar een spatie hebt getypt. Dus dat is misschien niet altijd zo duidelijk. Wat je ook kan doen, is in plaats van een spatie typen, de wildcard gebruiken voor een horizontale spatie. Ik ga je al zeggen, dat staat niet in het lijstje met wildcards in dat speakpreview. Er zijn effectief nog reguliere expressiesymbolen die je kan gebruiken, dan niet in dat overzichtje staan. Er staat hier bijvoorbeeld any white space, maar dat zijn dan ook paragraph breaks en forced line breaks, de zachte of harde returns. Dus helaas, nee. We willen iets specifieker gaan. Ik wil enkel de horizontal spaces. Dus we gaan deze echt moeten typen. Gelukkig is het nog vrij gemakkelijk te onthouden, want dat is een backslash h, de h van horizontal space, en dan ook de v van vertical spaces. Dus dan kan je dat zo gaan onthouden. Dus cijfer gevolgd door een spatie. InDesign heeft 13 soorten spaties, dus dat wil ook zeggen dat je daar iets meer all bases covered.
M spaces, N spaces of 10 spaces of alle spaces die daarin zitten, die vallen daar ook onder. Voilà. Dus dat zou hier moeten werken. En hetzelfde zou je dan bijvoorbeeld kunnen doen voor. Nou, ik heb het. Hier. De horizontal space gebruiken. En als je daar uw hyphen bij wilt, natuurlijk gewoon incalculeren dat je uw hyphen daarvoor typt. Geen speciaal teken nodig voor die hyphen. Dus je typt daar gewoon uw normale hyphen. En dat is in orde. Hyphen, spatie, duur, spatie. Dat wil ik samenhouden. Goed. Ik had ook nog als extraatje alles samenhouden tussen de ronde haakjes. Maar ik wil natuurlijk ook gewoon een beetje mijn tijd in het oog houden. Dus je kan nou gerust voor jezelf een keer nakijken in de target file die ik meegeleverd heb. Daar staat die oplossing in. Maar we gaan, voor nu gaan we gerust overgaan naar een volgend bestand. Gezien de tijd. Ik zou direct overgaan naar prijzen. Die is net iets interessanter. Mensen die al de advanced gevolgd hebben bij mij, of de advanced opleiding, die gaan dat misschien wel wat herkennen. We gaan hier prijzen formateren met verschillende trucjes. We gaan verschillende grepstijlen hierop toepassen. We doen dat even stap voor stap. Hè. Ik ga hier, wat heb ik hier eigenlijk staan? Ik heb hier een prijs staan met een valuta voor en dan een eenheid daarachter. Maar soms is dat euro of soms is dat dollar, pond. Kan allemaal. Dat is in de stijl prijs verwerkt. Alle characterstijls die we gaan gebruiken zijn hier al aanwezig, dus dat maakt het wel gemakkelijk. Dus we gaan even de prijs editen. Mag je naar een grepstijl. Ja. Ik had dat hier niet hoeven te markeren, maar dat maakt niet zoveel uit. Nieuw grepstijl. Wat gaan we doen? Ik wil eerst beginnen met die valuta. Even kijken. Ik heb hier al een stijl gemaakt, valuta en eenheid. Dus dat mag toegepast worden op mijn tekens, dollar, euro en mijn pond. Zoeken op het toetsenbord. Voilà. Natuurlijk, zoals ik het nu heb getypt, is dat niet zo goed, want we moeten daar een off-lijstje van maken. Dus daar zou je die vertical bars kunnen tussen typen. Een alternatieve manier om daar een off-lijstje van te maken en tegelijk een groepje is het gebruik van vierkante haakjes. Vierkante haakjes. Ik denk op Windows is dat getypt met de Alt-Gr-combinatie. Hier op Mac is dat dan Option-Shift. En waar dat je haakjes staan, dan kan je die typen. Dat is nu ook een off-lijstje. Dat werkt even goed. Dus je gaat zien dat dat werkt. Maar dat is natuurlijk waarom het een, waarom het ander. Dit gaat veel beter werken als dan uw expressie ook nog, als je nog andere dingen erbij moet typen. Want zoals je zegt, is dan ook gegroepeerd. Zo. En ik wil dat ook op mijn eenheden. Mijn eenheden, voilà. Dus terug de valuta en de eenheid. En op wat voor soort tekst? Nu, als je een keer in het document zou kijken, dan begint dat altijd met die slash. Nee. Dus dat is eigenlijk onze marker, dat we weten, oké, vanaf hier die een slash, en als dat volgt, dan gaan we met die een characterstijl zetten. Nu, alles dat daarop volgt,
Ja, dat kan van alles zijn. Het is niet altijd kubieke meter, maar het is misschien een keer kilogram enzovoort. Hoe kan je dat doen? We gaan even het speaklijstje terug openen. We gaan terug een wildcard gebruiken, uiteraard. En dan kunt je gaan voor cijfers, letters. Maar hier gaan we werken met any character. Dat wil zeggen, alle cijfers, alle letters, alle spaties, eigenlijk alles. Alles dat je in het glyph panel vindt, dat is any character. Dat is een gewoon punt. Terug tijd om te denken om in te zoomen. Dat is een gewoon punt. Dus dat is wel een beetje gevaarlijk. Stel dat je effectief een punt wilt zoeken in een document, dan ga je moeten oppassen, want als je dat typt, een punt, dan is dat een wildcard voor grep. Wat dat soms gevaarlijk kan zijn. Stel nu dat je effectief een punt wilt zoeken, ga ik al even zeggen hoe dat zou moeten zijn, dan moet je daar een backslash voor typen. Dus dan ga je effectief punten in je document gaan zoeken. Nu, we willen natuurlijk de joker. Dus nodig. Maar ik wil dus die joker, ga ik al even testen. Natuurlijk heb ik maar één joker gezet. En ik heb er meerdere nodig. Maar zoals ze zegt, dat is een keer kubieke meter, maar misschien is dat kilogram, misschien is dat, ik weet niet, een veel langer woord. Even zoeken, straks gaan we daar naar kijken. Je weet niet hoe lang dat kan zijn, daar komt het op neer. Gelukkig hebben we daarvoor terug een speciaal symbool dat we kunnen gebruiken. Onder de repeat, herhaal. Dus ik kan zeggen, het teken dat ik net heb getypt, dat kan zoveel keer herhaald worden. In dit geval wil ik dat er op zijn minst, dat er op zijn minst één teken staat, en dan meerdere keren. Ongedefinieerd, dat kan een miljoen zijn, maar dat kan evengoed drie zijn. Dat gaat werken. Dat kan dus ook evengoed één zijn. Dus even testen. Niet te wild. Dus dat ziet er zo uit. Ik ga een keer vlug ook door het document gaan. Overal waar mijn paragraph stel, gebruik ik verschillende prijzen, zodat ook perfect moeten werken. Voilà, een stuk. Meter enzovoort. Max. Dus, nog een paar extra dingen. Grepstijl. Een nieuwe grepstijl maken. We gaan onze cijfers na de komma gaan we in superscript zetten. Dus stijl superscript. Op wat voor soort tekst? Natuurlijk op cijfers na de komma. We gaan een keer zeer rudimentair beginnen. Komma. En dan een cijfer hebben we al gezien. Dus backslash d. Ik type het nu, je kunt het ook invoegen via het menutje als je dat wilt. Al eens testen. Zo. Nu, wat wil ik eigenlijk in dit geval? Ik wil de komma niet in superscript, dus ik wil die komma daarbuiten. Maar als ik die komma hier weg doe, dan gaan sommige prijzen, maar dat er twee cijfers voor de komma staan, die gaan ook in superscript staan. Dus die komma is wel belangrijk. En ik kan die gebruiken als een referentiepunt. En dat heet hier, in grep heet dat een look behind. Er zijn look aheads en look behinds. Dat wil zeggen, kijk wat ervoor staat, kijk wat erachter staat. En hoe moet je dat zien? Een look ahead, je moet denken in de leesrichting. Look ahead is hetgeen dat nog moet komen van tekst. Look behind is hetgeen dat al geweest is van tekst. En dan kun je een look behind oproepen. Dat zit onder matches. Voilà. Dus een look behind willen we en we willen een positive look behind. Negative zou willen zeggen, dat mag er niet staan. Positive wil zeggen, dat moet er staan.
En dat gaat er als volgt uitzien. Dat is hetgeen dat hier net is bijgekomen. De ronde haakjes en het deel daartussen. Nu, die komma die moet daar wel bij komen. Dus die komma mag hier weg. Die komma die moet je hier zetten, vlak naast het gelijk aantekenen. Dus je moet dat eigenlijk een beetje zo lezen. Look behind. Wat moet ik zoeken als look behind? Wel, dat. Zo moet je dat lezen. En dus, twee cijfers waar dat er een komma voor staat. Dat is het idee en dat zou perfect moeten werken. Oké, nog 3 minuutjes om de laatste dingen eruit te pompen. Maar dat kan. Ja, redelijk goed. Maar het zou maar een keer kunnen zijn dat ze dan ook vragen aan doen om dan die komma weg te doen. Uw eerste instinct is dan misschien om die komma overal te gaan deleten. Misschien dan met een find change. Als ze echt iets zekerder willen zijn, met een find change op grep. Want er is daar ook een grepdeel in het find change venster. Maar dat is, moet ik zeggen, destructief. En ik denk nu maar bijvoorbeeld aan accessibility. Je PDF wordt duidelijk voorgelezen door het programma voor mensen die blind zijn of slechtziend, dan is uw prijs koppeld. Dus dat willen we niet. Nee, we gaan die komma sowieso laten staan, maar we gaan die gewoon verbergen. Een heel simpele truc. Ik heb de magic trick character cell hier. Mocht dan een keer vlug bekijken onder edit. Wat doe ik daar? Je ziet alles wat er gebeurt hier in de shortlist. Gewoon super klein zetten. Eventueel nog schalen als je dat wilt. Dat hoeft niet per se. Dus de horizontal en vertical scale. Daar heb ik op 1% gezet. En dan als kleur, veel kleur, geen. Dus dat is effectief onzichtbaar, maar die staat er nog als je op data zou bekijken. En dat is hetgeen dat we in ons grep gaan gebruiken. Dus prijs mag je editen. En een nieuwe grepstijl. De magic trick toegepast op de komma. We gaan daarmee beginnen. We gaan zien dat we nog niet volledig zijn in onze logica. Misschien zit jij nu met een voorbeeld voor u, waar dat je dat ziet. Voilà, even zo. Op oké drukken. Maar in de meeste gevallen staat dat al mooi. Ik ga een keer door mijn document. De cijfers, als de cijfers na de komma 00 zijn, dan ziet je heel vaak dat daar iets anders wordt toegepast. Namelijk dat je dan die cijfers eigenlijk gaat vervangen door een dash. Dat is hetgeen dat ik hier even wil tonen. En blijkbaar was dat hier nog niet gebeurd. Maar je mag daar eens een voorbeeld nemen of de cijfers na de komma veranderen in een dash. Maar in dit geval wil ik misschien die komma wel tonen. Ik heb dus mijn prijs terug moeten editen. Dat is zo een van die uitzonderingen die soms u uitdagen om uw expressie net iets meer fine-tuned te maken. Ja, dus ik wil mijn komma verbergen, is hier de logica, maar enkel als er twee cijfers na de komma volgen. Dat is hetgeen dat we hier eigenlijk gaan gebruiken. En we weten al een beetje hoe dat we dat kunnen doen, want we hebben daarnet de positive look behind gezien. Nu gaan we een keer de positive look ahead kiezen. We kijken dus naar voren. En dat ziet er redelijk gelijkaardig uit aan onze look behind. Hier heb je gewoon nog een pijltje. En daar linksbij, hier staat er gewoon gelijk aan. Opnieuw, hier moeten we typen wat er dus na moet volgen. En dat is dus die twee cijfers
na de comma. Wat je gedaan, je gaat zien dat een dus zo, dat de comma-streepje blijft intact, maar als er een cijfers na de comma staan, dan heb je perfect je superscript toegepast. Voilà. Dus dat is het voor wat ik wou tonen voor grepstijlen. We hebben daar een voorbeeldje overgeslagen met de maateenheden. Nu, opnieuw, je kunt mijn targetfile bekijken, maar de voorbeelden die ik nu heb getoond zijn interessanter. Ik denk dat er wel enige overlap is met de dingen die ik in de andere voorbeelden heb getoond en de dingen die ik hier wil tonen. Wat is hier specifiek de bedoeling geweest dat ik hier alles van minuten, graden en eenheden die gebruikt worden in de recepten, dat we dat gingen markeren. Dat kun je gerust even bekijken, maar je gaat zien dat daar dingen in terugkomen. Dus, dan stel ik voor dat we vragen kunnen beantwoorden. Ik heb een Google Doc, maar ik moet die nog openzetten. Ja. Momentje. Ah, sorry, een paar mailtjes door elkaar. De vraag van Bart de Meuter. Wat als je ook de CC wilt meenemen in de grepcode of bijvoorbeeld oudere CS-versies vermelden? Inderdaad. Ja, inderdaad, dan kun je die CC of CS toevoegen op deze manier. En dus Photoshop. Voilà, CC of CS. Dat hangt er een beetje vanaf hier. Wacht hoor. Hier heb ik een cijfer, zie ik. Ja, CS zoveel. Eens kijken dat. Het hangt er vanaf, is de CC natuurlijk optioneel of niet hier? Of dat je dat wilt. Dus, daarom zit dat vraagteken hier eigenlijk wel. Dus nu heb je, door dat vraagteken heb je de optie dat Photoshop gaat gemarkeerd worden. Dan kan daar eventueel CC opvolgen of CS, maar ik denk dan wel dat hier eigenlijk ook nog een spatie moet staan. Die cijfer dus omdat het dan CS5, 6 enzovoort kan zijn. En dat vraagteken hier, omdat dat hier tussen haakjes staat, is dat terug een groepje. In dit geval gaat dat vraagteken beslag nemen op dat volledige groepje. Dus dat volledige groepje is optioneel. Ik heb een InDesign file ontvangen, blijkbaar. Dan moet ik even kijken. Even. Maar welke kunnen we mij even tonen waar het staat? Want, wacht hoor. Ja, ik ga het even downloaden. Ik krijg hier allemaal, voor de mensen thuis, ik krijg hier richtlijnen van mijn collega Michael ondertussen. Maar dat is dus een beetje dingen voor mij doorheen. Daarom het rumoer. Ik denk dat hier dus een voorbeeldje is van die CCCS-oplossing van jou. Misschien moet ik dat inderdaad kunnen demonstreren. Dus.
We hebben hier een stukje tekst. Ik heb hier een paragraph style body. Die heb ik hier nu ook toegepast. Ik ga eens editen. En dan heb ik dat je typen. De stijl CC, kun je niet aan het hier ook hebben. Photoshop. CC. CS, maar... het als hierin zetten. Dan is er hier een cijfer en dan een vraagteken. Voilà. Zoals we hier zien, Photoshop varianten ontbreekt nog. Dus dan zouden we hier onze word boundaries moeten zetten. Voilà. Ik neem aan dat je dan ook over een vraag gaat die we moeten behandelen. Hoe zet ik hier automatisch, als dat de notatie is van de tekst, hoe zet ik dat hier een superscript terug? Onze look behind. Heel gemakkelijk. We gaan dat hier een keer toepassen. Ik ga terug body gebruiken. We kunnen dat daar aan toevoegen. Edit. Grab style. En de nieuwe grijpstijl. Ik heb een superscript nodig. Heb ik nog niet, maar kan dus. Superscript. Superscript. Dat is het enige dat je daar ook mee moet doen. Hè. Je moet dus niet overdefinen met je character styles. Dat is zeer belangrijk. Dus enkel en alleen dat superscript gegeven hebben we nodig. We passen dat toe op een cijfer. Maar... zijn look, positive look behind typen, enkel als er vooraf gegaan wordt door centimeter, millimeter, decimeter enzovoort. En dat heeft allemaal de common denominator, dat is die M, ter vlak voor. En voilà, dat werkt hier onmiddellijk. Even terug naar de vragen kijken. Ah, nee, dat is het eens dat ik hier in de doc staan heb. Ah, ik wil graag de maateenheden nog eens bekijken voor Sander. Is dat dan, hangt het dan hierover? Was dat uw specifieke vraag? Dan hoop ik dat die beantwoord is. Oké. Okay. Sander heeft daar nog een ander heel ingewikkeld voorbeeld. Even kijken. Wauw. Oké. Okay. Ik heb mijn document er ook in daarvan. Mijn webinar files. Woorden markeren. Ik ga mijn target openen in de plaats. Eerst en vooral misschien even hier zo droppen, want wat staat er hier? Jij wilt rekening houden met de hoofdlettergevoeligheid, eigenlijk, dat je daar geen rekening mee moet houden. Dat is het ding volgens mij hier. Vooral, hè, als ik het goed heb. Want dat kan inderdaad in één keer met een teken. Laat me even gaan naar de grepstijl. Je kan helemaal vooraan kunnen zeggen hoofdlettergevoeligheid uit. In uw speakbriefje gaat u dat vinden onder modifiers, voor laatste rubriek. En dan heb je de... dat is een beetje omgekeerd geformuleerd hierin, maar dat is de case insensitivity aanzetten. Dat gaat moeten doen.
Dus ze zet er gewoon helemaal vooraan. En dan is dat eigenlijk veel beter om hier in plaats van uw complexe constructie hier. Ik denk dat je daar wel inderdaad iets tof hebt gemaakt. Maar ja, als het over hoofdlettergevoeligheid gaat, ja, die dient een trigger dat je helemaal vooraan kunt zetten. Oké. Zijn er nog vragen? Dus er is een hele chat die voorbij gegaan is, die ik niet heb gezien. Ik ga ervan uit dat Michael die dan zo verzameld hebben. Heb je toch nog vragen? Stel ze nu, dan kan ik die nu nog beantwoorden. Ik geef u gerust wel nog een paar secondjes om te typen. Oké, ik denk gezien de rust dat dat in orde gaat zijn. Jurgen, normaal gezien is dat inderdaad opgenomen en te herbekijken. Dan dank ik iedereen voor die gekeken heeft om dit te volgen. Waren hier mensen bij die reeds grep hadden gezien ooit vroeger? Ja. Ja, en van mij ook, Jonathan. Goed. Dan zijn hier dus vooral basics dat ik hier heb getoond. Je bent dan een heel eind weg hiermee. Hè? Als je daar al een beetje weet van, ik kan gewoon een woord typen, dat is perfect voor het merk bijvoorbeeld automatisch altijd in de verte zetten. Je gaat dat kunnen gebruiken bijvoorbeeld voor registered trademark symbolen en superscript te zetten. Dus dan zeg je look behind uw merknaam. Dan zeg je uw registered trademark die je ook gaat terugvinden in het speaklijstje hier onder symbols. En dan kan je dat in superscript zetten. Je moet weten ook gewoon dat er speciale tekens zijn, dat je dus die zo kunt bereiken. Dus wildcards zijn een belangrijk concept. Locations, repeats en match, allemaal belangrijke dingen dat je kunt gaan gebruiken. En ik denk dan gewoon ook googlen en zoeken als je iets niet weet. Je kunt op Facebook ook terecht in een groep waarbij dat je moet toestemming vragen om daar lid van te worden, maar dat is over het algemeen geen probleem. Dat heet The Treasures of Grep. Anders zal Michael het nog een keer typen ook. Maar dat is ook handig. Daar stellen mensen dan een vraag van ik wil dat doen met grep, ik weet niet hoe. En dan reageren daar andere mensen op. Meestal heb je heel vlug ook je correct antwoord. Voilà. Bij deze sluit ik af. Het is mooi perfect een uur rond. Hè? Dus dat is eigenlijk echt nu moet ik afsluiten. Hè? Ik hoop van jullie misschien terug te zien in een volgend webinar of een keer live in een opleiding. En nog een prettige namiddag.